Zaterdag is het 199 jaar geleden dat Eduard Douwes Dekker ter wereld kwam. Als multatuli zou hij uitgroeien tot de belangrijkste schrijver van het Nederlandse taalgebied. In 2020 zal zijn 200ste geboortejaar grootscheeps gevierd worden, onder andere met de onthulling van het digitale monument Multatuli online en een gedenksteen in de Nieuwe Kerk. Advertentie. Deze activiteiten om de nog altijd actuele betekenis van zijn werk onder de aandacht te brengen worden geïnitieerd door het Multatuli Genootschap. Dat ook zorgt voor de instandhouding van het Multatuli Museum in Douwes Dekkers geboortehuis in de Amsterdamse Kostjespoortsteeg. De eerste voorzitter van dit genootschap was de Neerlandicus prof. Garmt Stuyveling, die in een tijd dat literatuurstudie nog serieus werd genomen door de universiteiten de basis legde voor de uitgave van Multatuli's volledige werken. Het alarmerende bericht dat aan de VU de studie Nederlands wordt opgegeven is de perfecte aanleiding voor deze Amsterdamse universiteit om zich te revancheren met een Multatuli leerstoel voor een Neerlandicus. Ik geloof namelijk niet dat de belangstelling voor literatuurstudie staande is, wel dat het onderwijs daarin niet uitdagend genoeg is. En wie schreef uitdagender dan Multatuli? Een probleem is dat aan de VU de docenten Neerlandistiek sneller zijn verdwenen dan de studenten. Op dit moment werken er 6 stafleden bij Literatuur en Samenleving, Nederlands, zoals de op te heffen Bachelor is gaan heten. Van die 6 zijn er 2 afkomstig van Frans, dat even als Duits al eerder werd afgeschaft. Omdat professoren die met pensioen gingen of zijn overleden niet werden vervangen. Is er alleen nog een hoogleraar 17e eeuwse letterkunde. Een leerstoel moderne letterkunde ontbreekt. De reden dat de Multatuli leerstoel de universitaire Nederlandistiek een krachtig impuls kan geven, is dat Multatuli zuiver de basis vormt van de moderne Nederlandse letterkunde. Zoals Willem Elschot schreef, Multatuli is in ons taalgebied een ware Prometheus geweest. Punt. Uit zijn as is de hele moderne Nederlandse literatuur opgeflakkerd. Zijn cultus is ons allerheilige plicht. Een paradijsvogel. Dat vond ook Jan Wolkers. Hij noemde Multatuli een paradijsvogel die zich in een land waar iedereen er angstvallig voor waakt niet boven het bintje uit te komen. Zich voor je verwonderde ogen verheft boven het doodgespoten benepen aardappeloof van de ranzige rodel. Als 17-jarige las Wolkers maximaal Havelaar. Dat hij van een onthutsende genialiteit vond. Het zal een heel gezoek worden in de wereldliteratuur om iets te vinden dat dit kan evenaren. Ik kan nog doorgaan met het opsommen van beroemde schrijvers en andere prominenten die gevormd zijn door Multatuli, maar liever laat ik de jarige zelf aan het woord. Aan het slot van Maximaal Havelaar schreef hij: ik wil gelezen worden door staatslieden, die verplicht zijn te letten op de tekenen destijds.
door letterkundigen, die toch ook eens het boek moeten inzien waarvan men zoveel kwaad spreekt. Door handelaren. Die belang hebben bij de koffieveilingen. Door kameniers, die me huren voor weinige centen. Door gouverneurs-generaal in Ruiste. Door ministers in bezigheid. Punt. Door de leden der volksvertegenwoordiging, die weten moeten wat er omgaat in het grote Rijk over zee, dat behoort tot het Rijk van Nederland. Ja, ik zal gelezen worden. Als dit doel bereikt wordt, zal ik tevreden zijn. Helaas wordt Maximaal Havelaar, geschreven in 1860, zelfs niet meer behandeld op leraaropleidingen, aangezien onlangs is bepaald dat hbo-studenten alleen kennis hoeven te maken met de Nederlandse literatuur vanaf 1880. Ontsluiting oeuvre. Om te voorkomen dat Multatuli in de toekomst door helemaal niemand meer wordt gelezen, werkt het Multatuli Genootschap aan de ontsluiting van zijn oeuvre voor een groot publiek. Voor zijn 200ste verjaardag krijgt hij de dynamische website Multatuli Online, waarop zijn hele oeuvre, de volledige correspondentie, handschriften, de complete iconografie, secundaire literatuur, archivalia, documenten over zijn persoon en het beschikbare beeldmateriaal in samenhang wordt gepubliceerd. Coördinator Krijn ter Braak werkt hiervoor samen met Nederlandici van wetenschappelijke instellingen. Maar hoe moet het in de toekomst als alle Nederlandici zijn uitgestorven? Een Multatuli-leerstoel kan een signaal zijn voor de wedergeboorte van de Nederlandistiek. Niet alleen het literatuuronderwijs en onderzoek zou er een impuls door krijgen. Alle studenten die worden opgeleid voor verantwoordelijke functies, van de bankiers aan de Zuidas tot ministers en volksvertegenwoordigers, hebben baat bij Multatuli's nog altijd actuele erfenis, onmisbare bagage voor historici, juristen, economen, politicologen, psychologen etc. en niet te vergeten theologen. Toen ik van 2005 tot 2015 bijzonder hoogleraar literaire kritiek was aan de VU, ook een opgeheven leerstoel, gaf ik druk bezochte colleges aan studenten van diverse disciplines. Van letteren tot aardwetenschappen. Geen schrijver die zich beter leent voor interdisciplinair onderwijs en onderzoek dan Multatuli, een prototype van veelzijdigheid. Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven zou de culturele nood van de VU kunnen lenigen door geld vrij te maken voor een Multatuli-leerstoel. Zo kan zij de Nederlandistiek en het literatuuronderwijs aan deze universiteit van de ondergang redden.